Hallo allemaal, mijn naam is Sarah. Dit is de Kleine Groene Planeet. En vandaag neem ik jullie mee om een kijkje te nemen in mijn beauty la. Om uit te zoeken wat spullen naar de juiste plek te sorteren. Wat spullen weg te doen of weg te geven eigenlijk. En er weer een georganiseerde boel van maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden en laten we beginnen. Dit is de la die ik ga uitzoeken. Er zit van alles in. Het is een beetje een bende, daarom moet je ook uitgezocht worden. Ik ga van alles vertellen wat het is. Als er iets weggaat, laat ik het jullie ook weten. En daarna zal ik hem pogen netjes weer in te delen. Ik heb hier een hele schattige mok. En er zitten allemaal make-up kwasten in. En mijn mascara en één lippenstift. Ik kon niet over markt krijgen om alle lippenstift weg te gooien, maar misschien... Als ik me niet snel bedenk, gaat hij waarschijnlijk wel weg. Ik heb hier drie metalen dingetjes die ik online besteld had. Die bedoeld zijn om je oren schoon te maken. Ik ben er nog niet achter gekomen hoe dit op een niet irritante manier zou moeten gebeuren. Dus ik laat ze hier nog even staan tot ik... Om te kijken of ik nog een andere purpose voor ze kan verzinnen. Maar anders gaan ze weg. Deze make-up kwasten moeten echt... hoog nodig gewassen worden. Dus dat zullen we dan binnenkort ook maar eens doen. Dan heb ik hier nog een potje. Hierin zitten twee nagelvijlen. Een nagelschaartje. Een velletjeshapper. Die kapot is. Er is een stuk afgebroken. Dus ik moet eigenlijk een keer een nieuwe kopen. Want het is erg onhandig. Een pincet. En een nagelschaartje. Happertje. Knippertje, hoe noem je zo'n ding? Dat zit dus allemaal hierin. Deze vijl is redelijk bot, maar hij doet het nog. Dan heb ik hier make-up remove doekjes. Die heb ik zelf gemaakt op de naaimachine. Dit is van een, hoe heet dat? Zo'n microvezel handdoek. Maar ik heb vernomen dat... dat zeg maar in de water... het water komt als je het wast. En ik denk dat het ook lekkerder zacht is als het iets niet synthetisch is. Dus misschien bij de kringloop zoeken naar een flanellen shirt en dat dan opknippen om er zulke dingetjes van te maken. Maar tot die tijd, ik heb er nog meer in de wasmand waarschijnlijk en op mijn wastafel. Dan heb ik hier een handdoek, die moet, dit is eigenlijk echt... Het lijkt net alsof hij vies is. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar dat is gewoon omdat hij zo oud is. Deze was van mijn opa en oma. Hij is zo oud. Maar hij ruikt heel lekker naar schone was. Ik denk dat de handdoek in de badkamer graag vervangen wil worden door deze. Dus deze gaat naar de badkamer. Dan heb ik hier de brillenkoker van mijn bril. Ik heb die hier ingelegd omdat ik hem altijd kwijt ben. Maar ik gebruik hem... Echt alleen als ik zeg maar op vakantie ga. En dan niet eens altijd. Zeg maar als je in een tent of zo gaat slapen. Of bij iemand gaat logeren waarvan je niet weet of je dan een logische plek hebt om neer te leggen. Ik moet gewoon een logische plek voor de brillenkoker bedenken. Maar niet in deze la. Dan. Dit wordt echt een hele random volgorde. Vitamine B12. Omdat je daar een tekort aan kunt ontwikkelen. Als je vegetariër of veganist bent. Anders kan het ook hoor. Helaas verkopen ze dit in een plastic dingetje. Als jij enig idee hebt of ze ze ergens verkopen in een glazen potje. Of in druppelvorm in een glazen potje. Laat het me weten. Want deze van het kruidvat en die zit in een plastic potje. Dan heb ik hier een handcrème. Die heb ik van iemand gekregen. Van Weleda. En die zit in zo'n... metalen tube. De handcrème die ik nu gebruik is volgens mij echt helemaal op. Dus dan kan deze in gebruik genomen worden. Dus deze gaat in de tas. Dan heb ik hier Lush eyeliner. Ik vind deze echt super chill. Hij is niet het meest dekkend zwart in één keer. Maar ik vind hem wel heel fijn. En er zit een glazen potje met alleen een plastic bovenkantje.
En misschien ga ik hem wel vullen met zelfgemaakte dingen als hij ooit leeg zou zijn. Ik wil ook de mascara versie daarvan gaan kopen trouwens. Dan heb ik hier wattenstaafjes. Ik vind het nog steeds heel jammer dat er een plastic raampje in zit. Die heb ik bij de Ecoplaza gekocht trouwens. Dan heb ik hier, dit had ik gemaakt als body lotion, maar het is veel te dik. Dus ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Want ik gebruik eigenlijk gewoon kokosolie. Dus ik denk, ik vind het dan ook weer zonde om weg te gooien. Ik ga dat ergens anders neerzetten, kijken wat ik ermee ga doen. Dan de make-up afdeling. Die hebben jullie al uitgezien. Ik heb een poeder van Rimmel. Een Natural Collection blush. Een Ethos bronzer. En een paar MAC oogschaduw die ik hier ingeluimd heb. En iedere keer als er eentje op is, gebruik ik er gewoon eentje minder. En ik gebruik ze al veel minder vaak dan eerst. Dan heb ik hier een spiegeltje. Ik vind het ding echt aanstootgevend. Ik heb zo'n bakje in mijn kamer staan met dingen om weg te geven. Misschien gaat hij daar wel heen. Ik heb hier, dit Ziploc zakje is heel oud. Want deze pleister staat in mijn backpack. En die neem ik altijd mee op vakantie. Dus ik denk dat ik ze hier gewoon in laat zitten en dit jaar weer zo meenemen op vakantie. Want dan zijn ze in ieder geval droog en veilig. Dan heb ik een gel topcoat en een base coat. Auw. Zelf pijn. En een paar kleurtjes nagellak. Ik had deze gekocht omdat ik dacht dat die gewoon rood was. Dit is Clambake. Klinkt ook heel vies. Maar hij is net een beetje oranje. Dus deze gaat in de maybe pile. Dit is Bordeaux. Hele mooie kleur. Die blijft. Deze kleur. De rest gaat gewoon allemaal in de maybe. Ik wil gewoon eigenlijk een rode en een niet rooien. De rest ga ik allemaal even zo meteen testen. En misschien mogen ze dan terug. Dan heb ik hier een factor 20 Garnier zonnebrand. Ik ga voor volgend jaar uitzoeken wat voor zero waste opties er zijn voor zonnebrand. Maar ik heb deze gekocht omdat ik echt heel erg verbrand was. En ik had zoiets van, ik kan nu wel mezelf dwingen om het te gaan uitzoeken. Maar ik wil ook niet doodgaan aan huidkanker, zeg maar. Dus voor dit jaar nog een reguliere zonnebrand. En volgend jaar, als ik iets goeds kan vinden, iets anders. Dan heb ik hier een klein potje tijgerbalsem. Zoals jullie misschien nog kunnen herinneren, heb ik een tijd geleden een spier in mijn rug verrekt. Als je ooit een spier verrekt, het ruikt zo lekker. Dit is echt een aanrader. Het wordt super warm. En ik heb het telkens opgedaan voordat ik naar bed ging. Of als ik naar bed ging. Maar het werkt wel echt. Als ik het aan de avond vergeten was, dan werd ik met veel meer pijn wakker. En als ik het opdeed, werd ik 's ochtends wakker en dacht ik, ah, is er helemaal niks aan de hand. En dan na een tijdje merk je toch van wel. Dan heb ik hier nog een metalen blikje van Anatomicals met hoofdpijnbalsem. En dit smeer je op je slapen als je hoofdpijn hebt. En dan, ik weet niet precies wat het doet. Het moet ik uitleggen. Het is zeg maar pepermuntig of zo. En als je je ogen open houdt, dan beginnen je ogen te prikken. Dus dan doe je je ogen dicht en dan ga je wel slapen. En het helpt echt tegen hoofdpijn, want dan lig je met je ogen dicht. Met een klein beetje water in de, of tranen in de ogen. Maar je valt wel in slaap omdat het toch een soort van afleiding is van je hoofdpijn. Dan heb ik hier een blikje Nivea crème. Ik heb het gevoel dat die ook beter van pas komt in een tas of ergens anders dan in deze la. Want dan wordt die toch nooit gebruikt. Dan, dit ziet er al wel de hele tijd heel spannend uit, hè. Ik heb een nieuw blok zeep gekocht bij de Dille & Camille. Maar mijn oude blok zeep is nog niet helemaal op. Dus hij ligt hier braaf te wachten. Het is, hij ruikt zo lekker.
Dus van de dille en kamille. Kijk. Het is algezeep. Rub vegetaal. Dus dit is volgens mij de enige beige met zwarte stukjes erin. En er staat, ik weet niet of je dat kunt zien, Algues op. Dus dan weet je waar je moet zoeken. Dan heb ik nog zo'n metalen Weleda tubetje. Dit is dagcreme. Als deze op is, ga ik over op de kokosolie. Omdat ik dus eigenlijk geen eczeem meer heb sinds ik geen zuivel meer eet. Dan heb ik hier een crème die ik van mijn zusje heb gekregen voor de eczeem. Maar die doe ik dan denk ik, of ik geef hem terug aan mijn zusje of ik zet hem bij mijn ouders in de kast. Want ik heb hem niet meer nodig. Net als deze eczeemcrème. Die bewaar ik denk ik voor als ik... Nee. Het werkt ook eigenlijk helemaal niet. Die gaat ook ergens anders heen kijken of iemand hem wil. Dan heb ik hier calendula zelf. Calendula. Er zit wel een N achter. Voor als je jezelf ergens aan openhaalt of andere wondsituaties hebt. Dit is ook een metalen tubetje. Weet iemand of die minder erg zijn dan plastic tubetjes? Ik heb hier een veertje. Ik weet niet waarom. Dan heb ik hier... Dit is een menstruatiecup. Wat echt de grootste aanrader ooit is. Maar ik vind het raar om hem, zeg maar... bloot te laten zien. Dus als ik nog ooit ergens dit zakje laat zien, dan weet je dat het hem is. Het is echt de beste... Als je 2 zero waste aankopen zou moeten... Als je 3 zero waste aankopen zou moeten doen voor mij... Is de menstruatiecup. Die Clean Canteen waterfles. En van die zakjes om boodschappen in te doen. Maar dit is echt... Ook als je helemaal geen zero waste wil doen. Het is echt het allerbeste ooit. Dan heb ik hier... Rustgevende pilletjes van A. Vogel. Die heb ik ooit gekocht omdat ik een tentamen... 4 keer moest herkansen en als ik hem niet zou halen, dit is echt lang geleden, dan zou ik mijn proper huizen niet halen en moeten stoppen met mijn studie. Ik ben vorig jaar afgestudeerd, dus ik weet ook niet of ze zo lang goed zijn. Ja, ik denk niet dat ik ze allemaal voor februari 2018 op ga eten, maar ze zijn nog goed. Dan heb ik hier oogdruppels. Ik word soms wakker met hele droge ogen, maar ik ga dit niet opnieuw kopen als het op is. En dan heb ik hier nog... tea tree oil. Maar dan voor op je hoofd, zeg maar. Niet gewoon pure tea tree oil. Er zit wat anders tussen. Deze van het kruidvat. En dan hebben we nog... de mesjes. Ik weet niet of je het model van de mesjes kunt zien. Denk het niet. Maar dit zijn van die mesjes voor in een... safety razor. En die zitten allemaal in een velletje papier. En samen zitten ze wel in een plastic bakje. Deze zijn van de Hema. Als je weet waar je ze ergens gewoon goedkoop zonder plastic verpakking kunt kopen, laat me weten. Ik denk dat ik hier nog een paar jaar mee doe. Maar... En dan heb ik hier een mini Rituals zonnebrand. Die ik van een huisgenoot van mij heb gekregen. Toen we samen op festival waren. En... het stiekem best wel zonnig was. Dus ik heb 2 soorten zonnebrand. Maar die gaan mee op vakantie. Dus wie weet zijn ze daarna wel op. Dan ga ik dit even uitpoetsen. En het dan netjes terugzetten. En dan zal ik het jullie laten zien. Dit is het eindresultaat. Dit ziet er veel beter uit dan eerst. Ik heb hier de zonnebrand met dat kleintje ernaast. De vitamine. Allemaal losse dingetjes. Wattenstaafjes. Mijn make-up kwasten en mascara en lipstift. Hier alle nuttige utensils, eyeliner en al mijn make-up. Deze moeten er ook nog in. Dan kunnen die er zo bovenop. Ik ga mijn zeepje in de badkamer leggen. Mijn nagellak testen. Wat dingen aan andere mensen geven of op andere plekken opbergen. En dan hoop ik dat jullie deze video interessant vonden. Het ging meer omdat jullie weten wat er allemaal in de beauty la zit. Dan het opruimen zelf. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!